Goedenavond en welkom bij Lyme at 9. Vandaag in Lyme at 9. DNA maakt afspraken over begrotingsbehandeling. Lyme TV viert eenjarig bestaan. Freedom Vibes weer op Lyme TV. En doden door explosie op olietanker in Pakistan. De Nationale Assemblée heeft vandaag in huishoudelijke vergadering nadere afspraken gemaakt over de behandeling van de begroting van het dienstjaar 2017. Het ligt in de bedoeling dat deze maand de begroting in behandeling wordt genomen. Intussen is het jaarplan ook aangeboden aan het college. Voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering vindt er ook een fractieleidersoverleg plaats. Er zullen onder andere afspraken gemaakt worden over de spreektijdenregeling tijdens de begrotingsbehandeling. Ook is het gebruikelijk dat er haast elke dag wordt vergaderd wanneer de begrotingsdebatten worden gehouden. Vooraf aan de behandeling van de ministeries komt eerst de algemene politieke beschouwing aan de orde. De behandeling hiervan vindt donderdag plaats. Daarin wordt het beleid voor het komend jaar, dat in de jaarrede uiteengezet is door president Desi Bouterse, besproken. Meestal blijven de sprekers beperkt tot fractieleiders en enkele assembleeleden. Het programma Freedom Vibes van presentator Rumi Knoppel wordt binnenkort weer op Lyme TV uitgezonden. Het derde seizoen is reeds in de maak, zegt Knoppel in een interview met onze nieuwsdienst. We gaan het derde seizoen in en Freedom Vibes is een programma dat zich richt op vrijheid. En de bedoeling is dus dat we zodanig informatie delen met de gemeenschap, dat men een beetje, ik zou zeggen nieuwe informatie, oude informatie van vrijheid te horen krijgt. Want de informatie van vrijheid is zo oud, wat wij delen, dat het eigenlijk vergeten geraakt is. En met mensen denken vaak dan, dat we met iets nieuws komen, maar het is juist oud. Waarover gingen de vorige seizoenen dan? De principes zoals... laat me het anders uitleggen. Wanneer we praten over vrijheid, dan kan je het herkennen door bepaalde kenmerken. Zoals gelijkwaardigheid, transparantie, rechtvaardigheid. Als we weten wat die principes daadwerkelijk inhouden, en als we weten hoe we ze kunnen toepassen, gezamenlijk, dan kunnen we min of meer wel daadwerkelijke vrijheid bereiken. Enkele onderwerpen welke jij nog moet behandelen, kan je daarover praten? In seizoen 3? Ja. Nee, seizoen 3 krijgt een heel andere invalshoek, maar ik hou dat nog als verrassing. Knoppel verduidelijkt waarom de politieke vleugel, Partij voor Minder of Geen Overheid, binnen de anti-overheidsbeweging is opgericht. Kijk, belastingregels zijn regels die gemaakt zijn door mensen. We hebben op school nooit geleerd hoe het belastingssysteem is ontstaan en waarom. Die werkelijke geschiedenis hebben wij onderzocht. En het blijkt dus dat het ontstaan is door oorlogsmisdadigers, bezetters, onderdrukkers. Zoals ik net al aangaf, er is een verschil tussen universeel recht en een regel vastgesteld door een mens. Jouw eigendomsrecht is een universeel recht. Het is jouw bloed, zweet en tranen wat je daarin hebt gezet. Dus niemand heeft het recht om daaraan te komen, zoals ik dat net ook eerder zei. Maar we merken dat de kracht van de overheid, de kracht van het systeem, zo diep binnengedrongen is in het menselijk systeem. Dat mensen niet durven te staan op hun recht. Ze willen liever wachten op toestemming, afkomstig van een menselijke regel, dat hun universeel recht betreft. En dat is krom. Dus we hebben toen besloten van oké, laten we dan maar een politieke vleugel opzetten, omdat men liever wacht op toestemming van menselijke regels. En in het systeem waarin we leven, ja, is dat dus de overheid. En dan kijken we maar, het streven is dus wel dat mensen zich heel erg bewust worden van hun eigen waarde en hun kracht en hun universeel recht. Dat ze beseffen dat je geen regel hebt van iemand anders. Geen regel nodig hebt van iemand anders. Om daadwerkelijk te kunnen gaan voor je recht. En dat is een groot probleem dat we nu hebben. Wereldwijd, maar ja, je moet ergens beginnen. Dus wij zijn hier in Suriname begonnen daarmee. Knoppel heeft een boek geschreven. Belastingplicht, gelegaliseerde afpersing. Hij vertelt waarover het boek gaat en waarom hij het boek heeft geschreven. Belastingplicht, gelegaliseerde afpersing. Omdat het belasting... systeem, het principe van belasting, staat lijnrecht over het principe van ons eigendomsrecht. Wanneer je eigendomsrecht hebt, wil dat zeggen dat een goed van jou is. Je mag doen ermee wat je wil. Je mag het verkopen, je mag het vervreemden, je mag het kapot slaan, je mag doen ermee wat je wil.
belastingssysteem zegt nu dat voor jouw geboorte de overheid al recht heeft op een x-percentage van jouw eigendom dat je nog niet eens hebt verkregen, waarvoor jij hebt gewerkt. Wat we dus goed moeten begrijpen is dat het strafbaar wordt gesteld wanneer jij geen belasting betaalt. Maar je eigendomsrecht is beschermd. Geen enkel ander mens gelijk aan jou heeft het recht om daaraan te komen zonder jouw toestemming. En de overheid behoort in beginsel onze eigendomsrechten te beschermen. Maar wat merken we? De overheid is juist de eerste die inbreuk maakt op dit recht. En wat het gevaar hiervan is, is dat men dit als normaal beschouwt, terwijl de overheid einde van de dag gewoon bestaat uit de organisatie van mensen. Naast Freedom Fight zal hij ook andere programma's met Lime TV doen. De voorbereidingen zijn reeds begonnen. Het bureau Genderaangelegenheden heeft afgelopen vrijdag leerkrachten van Milo Ellen op Kommerwijnen getraind over gender en gendergerelateerde begrippen. Dit gebeurde in verband met het project Internationale Dag voor de Rechten van het Kind op Milo Ellen. Lime TV op kanaal 26.2 viert op 2 november haar 1-jarig bestaan. Televisie maken op een ander niveau en anders zijn. Zo startte directeur Steven Daarthuizen 1 jaar terug met zijn droom. Na 1 jaar blikt hij tevreden terug. We zijn er nog niet, maar in 1 jaar hebben we een bepaald niveau bereikt. Onze kijkers houden van onze techniek en stijl. Zijn liefde gaat uit naar meer Surinaamse producties. Het station is pas 1 maand teruggestart met nieuwsuitzendingen om 9 uur, Lime at 9. Andere actualiteiten die het station biedt zijn Vorige Week Vandaag en Sport Elite. Daarthuizen startte slechts met 2 medewerkers, Jerry Velter en Rodney Bergleef. Beiden editors als cameramannen. Nu bestaat het team uit 8 personen. Het was niet makkelijk, maar onmogelijk was het ook nooit. Ik hou van tv maken en de passie heeft gemaakt dat we vandaag zo ver zijn, zegt Daarthuizen trots. Hij startte als tiener bij STVS. Hij is ook de maker van Damaka TV. Reeds bij STVS wilde hij zijn eigen tv-station hebben. Als 40er maakte hij de droom eindelijk waar. Levelen met de regionale televisiestations in het Caribisch gebied en de leider van de televisiewereld in Suriname zijn enkele van de doelen die Daarthuizen waar wil maken. Hij is dankbaar dat zijn team hem nooit in de steek heeft gelaten. We zijn bezig met uitbreiding van ons personeel. We hebben mensen nodig die van televisie maken houden en die in de rijdende trein willen stappen om grotere hoogtes te bereiken. Er wordt gezocht naar presentatoren en journalisten. De frequentie van het station is 80 kilometer verwijderd van het pad van Wanica richting Oost-West en Noord-Zuid. Para kan het station dus ook opvangen. Samen met Sangeet Mala TV, waar Lime TV haar frequentie vandaan heeft, wordt er voorbereidingen getroffen om ook in Nikeri te zien te zijn. We komen eraan. Langzaam maar zeker, aldus de directeur. Het bedrijf zal haar 1-jarig bestaan in gesloten kringen vieren. Dit was het binnenlands nieuws. Zometeen het buitenlands nieuws. Straks in Sport Elite Daily Update. Suriname door naar de tweede ronde MUVB WK-kwalificatie. De Boer na 3 maanden ontslagen als trainer van Internationale. Ontwerper van de Wereldbeker overleden. En Chicago Bulls wint ook 3e wedstrijd. Tot zo. China heeft dinsdag zijn nieuwe gevechtsvliegtuig met stealth-technologie officieel gepresenteerd. De staatsmedia melden dat 2 toestellen van het type J-20 een paar rondjes hebben gevlogen tijdens een show in Zhuhai in het zuiden van het land. De ontwikkeling van een eigen straaljager die moeilijk te detecteren is met radarsystemen begon 5 jaar geleden. Dat was een belangrijk onderdeel van een ambitieus programma om het Chinese leger te moderniseren. President Xi Jinping kondigde vorig jaar aan het aantal parate troepen met 300.000 man terug te brengen tot 2 miljoen en in plaats daarvan te investeren in technisch geavanceerd wapentuig. Op de luchtvaartshow was ook het nieuwe militaire transportvliegtuig Y-20 te zien en de CH-5, de grootste drone waarover China beschikt,
voor aanvalsoperaties. Peking stopt niet alleen veel geld in de luchtmacht, maar ook in de marine. Momenteel wordt het eerste Chinese vliegdekschip gebouwd. Strijders van terreurbeweging Islamitische Staat, IS, hebben bij de Iraakse stad Mosul 40 voormalige militairen omgebracht. Hun lichamen werden in de rivier de Tigris, die dwars door de stad loopt, gedumpt. Dat heeft een woordvoerster van de Verenigde Naties dinsdag gezegd. De ex-militairen werden zaterdag vermoord. Ze waren samen met andere burgers door IS ontvoerd uit Mosul en uit omliggende dorpen. IS probeerde maandagochtend ook zo'n 25.000 burgers onder dwang te verplaatsen uit Hammam al-Alil, een stadje ten zuiden van Mosul. IS wilde de burgers waarschijnlijk als menselijk schild gebruiken. In tientallen bussen en trucks vertrokken de burgers uit Hammam al-Alil, maar de meesten keerden terug onder dreiging van patrouillerende straaljagers in het gebied, aldus de woordvoerster. Enkele bussen bereikten Abu Sa'if, een plaatsje zo'n 15 kilometer ten noorden van Hammam al-Alil. Volgens de woordvoerster brengt IS burgers steeds meer naar Mosul, waar ze worden geplaatst rondom plekken die als militair doelwit kunnen worden beschouwd. Dat lijkt de stelling te onderschrijven dat ze van plan zijn deze mensen als schild te gebruiken en dat ze ervoor willen zorgen dat het gebied bevolkt is met veel burgers om militaire operaties te frustreren. Door een enorme explosie tijdens sloopwerkzaamheden op een olietanker en de brand die vervolgens uitbrak, zijn dinsdag tenminste 10 Pakistanse arbeiders om het leven gekomen. Er vielen meer dan 50 gewonden. Het ongeluk gebeurde op een werf in Gadani, 45 kilometer van de grote havenstad Karachi, waar het schip werd ontmanteld. Een vakbondsleider zei dat het dodental nog kan stijgen omdat onduidelijk is of er nog mensen in het wrak zaten. De 16-jarige Brandon Hutchins in het Amerikaanse plaatsje Epping heeft met gevaar voor eigen leven zijn 3-jarige zusje uit een brandend huis gered. De brandweer roemde de heldendaad van de puber. Moeder Julia Hutchins lukte het om 3 van haar 4 kinderen mee naar buiten te nemen. Toen ze erachter kwam dat haar jongste kind ontbrak, twijfelde haar zoon Brandon niet en rende terug naar binnen. Daar vond hij zijn zusje Melody, die niets vermoedend naar Dora de Explorer lag te kijken. Met pijn en moeite wist Brandon samen met Melody door de rook heen naar buiten te komen. Geleid door een eigen reddingshond hebben Italiaanse reddingswerkers in het stadje Norcia gisteren een andere hond levend onder het puin vandaan gehaald. Het dier was bedolven geraakt tijdens de zware aardbeving van zondag. Op een video van de Italiaanse brandweer is te zien hoe reddingswerkers het dier voorzichtig uit zijn benarde positie bevrijden en water geven. Het dier zat onder het stof, maar mankeerde op het eerste gezicht niets. Bij de aardbeving, de zwaarste in Italië sinds 1980, zijn geen doden gevallen. Veel mensen waren al uit het gebied vertrokken na eerdere aardbevingen in het gebied. Eind augustus kwam bij de beving rond het stadje Amatrici bijna 300 mensen om het leven. Fighting for freedom. A dog buried alive by the rubble of Italy's strongest earthquake in decades. Thankfully saved by rescue workers. Guided by their own sniffer dog, carefully digging to free the animal. Giving him water as they worked and asking for a vet to be called. Guarda, proprio adesso l'abbiamo tirato fuori il cane, in questo momento. Quindi aspettiamo l'ambulanza, Christian. The dog had been trapped for around a day after a 6.6 magnitude quake struck Norcia on Sunday morning. Fortunately, no one is believed to have been killed, but at least 15,000 people have been left homeless and countless buildings destroyed. The remnants of which covered and nearly took the life of this animal. Dit was het voor Lai met 9. Mijn naam is Aranstha Beurnet en tot morgen.